Waaraan moet een goede jeugdopleiding van tegenwoordig voldoen volgens jou? Wat moeten kinderen meekrijgen? Nou, geen systematiek, zoals bij Ajax heel lang het geval is geweest. Dat de eerste minimen net zo spelen als de eerste team. Nee, vrijheid. Ik vind dat je ze moet stimuleren en vrij moet laten gaan. Als ze een mannetje te veel dribbelen, heel goed. Later leer je wel in een systeem spelen. Maar het is vooral, laat ze zich ontplooien in allerlei technische facetten van het spel. Imke Courtois, je hebt uiteraard jeugdvoetbal gespeeld. Hoe lang heb je dat met jongens gedaan? Ik heb dat eigenlijk nooit niet met jongens gedaan, buiten op de topsportschool. Voor de rest ben ik eigenlijk onmiddellijk begonnen met vrouwen te voetballen. Jammer genoeg, want ik denk dat het wel belangrijk is om de vrouwen zo lang mogelijk met jongens te laten voetballen. Dus... Waarom is dat belangrijk? Eerst en vooral omdat het onderscheid op dat niveau nog niet belangrijk is. Op dat moment zijn meisjes niet veel minder explosief als jongens. Dus ze kunnen nog meegaan en ze leren gewoon van elkaar. Dus in dat opzicht denk ik dat het een heel goede zaak is om zo lang mogelijk met jongens te laten voetballen. Bij mij is het niet belangrijk dat ze winnen. Zeker niet bij de U8 waar ik met mijn zoontje speel. Bij mij is het belangrijk dat ze fun hebben en dat ze de dingen leren. Dus waar we bijvoorbeeld een training op werken. En dat gaat dan meestal van aannames, trappen, vreeptrap. Wat belangrijk is, vind ik, als ze jong zijn. Aannames, dribbelen. Omdat ze dat nu nog moeten. Omdat als ze ouder worden, is het gewoon moeilijker om te dribbelen. En als je die basistechniek hebt om te dribbelen, op een bal te controleren, om te trappen. Van jongs af aan, ja, lijkt het mij ook normaal dat je dat meepakt als je ouder wordt, dat het nog veel beter is. Waaraan moet volgens jou een goede jeugdtrainer voldoen? Dat is een hele moeilijke vraag. En ik denk trouwens dat dat voor mannen en vrouwen ook al een beetje anders ligt. Ik heb net nog tegen Wesley gezegd, bij vrouwen moet je iets tactvoller zijn als bij de jongens. Anderzijds voetbalinzicht hebben, technisch-tactisch kunnen trainen en vooral zorgen dat ze ook nog andere competenties ontwikkelen dan enkel voetbal. Dus ook buiten het veld, bijvoorbeeld studeren, heel belangrijk. Die eigenschap vooral, denk ik. Nou, dat was één man voor ons, zo'n ziel van de club. En die leerde ons, als we een uitwedstrijd moesten spelen in Nieuweschans, netjes de verkeersregels volgen, naast elkaar rijden, heer in het verkeer. Discipline. En techniek. Hij ging met de rug naar ons toe staan en moesten we een bal op doel trappen. En dan kon hij aan het geluid horen, dat is een goede trap. En hij buitenkant voet en zo. Hij hield van speciale training op technisch gebied. En dat vond ik geweldig. Maakt het deel uit van de opvoeding, voetballen? En de taak van een trainer, heeft hij ook een opvoedkundige, educatieve rol? Ja, tuurlijk. Als je kijkt hoe vaak dat je op het voetbalveld bent. Ik ben, toen ik jong was, ik ging naar school. En s'avonds was ik altijd aan het trainen. Dus net als school, net als thuissituatie, is voetbalsituatie heel belangrijk binnen de opvoeding. En is het belangrijk dat ze een heel goede begeleiding krijgen. Als ze daar problemen hebben, dat ze daar ook geholpen worden. En zelfs dat er een brug is tussen eigenlijk de gezinssituatie, schoolsituatie en de voetbalclub. Geef nog eens een wijze raad aan ouders die langs een zijlijn van een jeugdvoetbalmatch staan. Daar zou ik een hele boek in over schrijven, wat ik nu al meegemaakt heb op die korte tijd. Maar laat je kind gerust. Laat de trainer zijn ding doen en je kinderen moeten plezier hebben en dat is het belangrijkste. En denk niet dat ieder kind Messi gaat worden. Laat hem gewoon doen, laat ze fun hebben. En dan zullen we wel kijken of bekijken wat het in de toekomst ermee wordt. Niet ieder kind kan Messi worden, hè? Zo is er maar één. En zelfs geen Wesley Sonck. Nee, absoluut niet. Ik zeg dat tegen mijn zoon ook altijd. Ik zeg, doe wat je graag doet en als je wil verder doen, dan doe je verder. Wil je stoppen, dan stop je. Nooit druk leggen op je kind, want dat werkt alleen maar in de tegenstelde richting. Je moet je er als vader niet mee bemoeien. Maar ik heb hem altijd wel gestimuleerd, interesse getoond, zonder dat ik me aan hem ergerde. Dan hield ik dat in. Ik heb één keer bij een wedstrijd wakker worden geroepen. Zo spijt van. De bond heeft een motto, fun and formation. Plezier en vorming. Is dat wat het moet zijn? Dat zijn de twee belangrijkste kernwoorden, denk ik wel, ja. Daar gaan we dan voor. Absoluut. Zoals bij alle kinderen, denk ik, is het de bedoeling dat ze fun hebben. Plezier is voor mij nog altijd het belangrijkste, op welk niveau je ook mag spelen. Of dat ik nu een Genk training geef bij de
van de U12 tot en met de belofte of bij de U8 van Ninove, dat maakt voor mij niet uit. Ze moeten plezier hebben wat ze doen. En daar let ik toch wel op. En voor de rest, ja, moeten ze proberen de dingen op te pikken die hun bijbrengt. Weet je wat belangrijk is? Behalve de techniek, de droom. Ik droomde, ik wist zeker dat ik het zou halen. En niet op basis van mijn talent, ook wel een beetje. Maar omdat ik wilde. En dat kun je soms niet aan jongetjes zien. Hele goeie, die vallen af later, omdat ze geen discipline hebben en er niet alles voor geven. En dat moet op een gegeven moment wel. Dromen. Voornaamste taak van jeugdvoetbal. Kinderen laten dromen. Ja. Gaan we doen. Dankjewel, Jan.